Hey iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it. Het is vandaag een vrijdag en het is nu, hoe laat is het, bijna 1 uur. Voor de middag de hele tijd bezig geweest, gewerkt, computerwerk, niks nieuw. En nu ga ik even, ik moest nog een retour van iets sturen. En nu ineens is onze printer op met inkt. Dus ik ga heel snel dat ticket, dat ticket printen op kantoor. Dus ik ga heel snel langs kantoor dat ticket printen en dan die retour binnen doen. En we hebben op de babykamer behang. Ik sta er nu. Het is echt zo mooi. Even buiten adem van die trap. Ik ben er echt zo super blij mee. Ons behang komt. Ons behang komt van Walloa. Ik zal hierop zetten. De Instagram is dan onder de beschrijving. Ik word hier niet voor betaald of zo. Maar ik heb wel een kortingscode gekregen. Want ik weet dat er veel nieuwe mama's zijn. Of ja, mama's die in wording, zoals mij. En ze hebben super veel mooi behangpapier voor kinderkamers. Echt heel mooi. En ik heb ook een kortingscode daarvoor. Dus ik zal dat allemaal hieronder in de beschrijving zetten. Kunnen jullie dat terugvinden? Ik vond het wel heel leuk om dat met jullie te delen. Want ik weet wel dat er velen daar iets aan gaan hebben. En we hebben persoonlijk gekozen voor een redelijk subtiel behang, vind ik wel. Ik zal het direct laten zien. Maar in de jungle vibes nog wel. Maar niet te veel kleur. En het is echt wel behang, dus geen sticker, maar behang. Maar dat is wel makkelijker dan een sticker. En aangezien dat Niels en ik dat nog nooit hebben gedaan, en wij zoiets hadden van behangen, gaan we dat wel kunnen, is mijn lieve onkel Johnny komen helpen. Super fijn. Die zei ja, ik zal wel komen helpen. En ja, uiteindelijk heeft hij dat gehangen, want wij kunnen dat niet. Echt super lief van hem dat hij dat wou doen voor ons en voor de baby. Hij heeft dat ook echt perfect gehangen. Het is echt super mooi. En ik ga het jullie nu laten zien. Hier is het. Oh, ik vind het echt zo mooi. Milky. Ik vind het echt prachtig. Nou, de ladder en zo moet nog weg. We hebben nu dat bedje, maar even hier. Ervoor gezet, staat er niet tegen. Nog niet, want dan moest het even drogen. Maar ik denk wel dat het ondertussen perfect droog is. Maar echt wel heel mooi. Ja, hè? Hey, zijt jij hier ook? En zo ziet het er dus uit als je binnenkomt. Ja, hier zit heel veel. Dat zijn alle babyspullen die we tot nu toe al hebben. Dus je komt eigenlijk binnen en dan is het deze muur waar het bedje komt te staan. Ik denk dat hier de commode komt. En dat ik hier de kleerkast ga doen. En daar in de hoek of zo nog een tipi. En we hebben dus voor dit gekozen. Ik wou eerst iets met groene palmbomen. Maar ik had schrik dat dat te druk ging zijn. Ik ben heel blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Want ik wil zo'n grote girafknuffel, maar echt zo'n grote. En dan wil ik heel veel in oker, geel en terracotta kleuren werken met de aankleding van het bedje, het matrasje of zo. Een dekentje hier over de railing hangen en zo. En dat alles zo warm is. En met zo, ja, jungle dieren. Dus ik denk wel dat dat heel mooi gaat zijn met dit behang. Ik ben er echt zo blij mee. Het is ook gewoon zo mooi gehangen. Ook zo mooi in die hoek helemaal. Het is echt perfect. En het lijkt zo of het er zo op de muur is getekend of zo. Of geverfd. En niet dat het behang is, maar ik vind het echt prachtig.
Echt super, super mooi. Ik ben er echt zo blij mee. Elke ochtend, het hangt hier nu al 3 dagen. En de deur staat hier nog open, omdat dat zo wat moet drogen. Maar het raam mag niet open, want er mag geen trek zijn. Elke ochtend als ik dan zo hier uit de slaapkamer kom, denk ik zo, oh, hoe mooi. Gonna be so cute. Die gaat echt zo mooi zijn. Ik ben er echt heel blij mee. Dus ja, als jullie nog papier zoeken of zo, dan ja, zal ik het hieronder zetten. Want ze hebben echt heel veel leuke dingen. Ik heb tussen heel veel dingen getwijfeld. Maar ik ben heel blij met mijn keuze. Milky, wat vind jij ervan? Oh, Muffin komt ook. Muffin. Niet kratsen aan de mat. Wat vinden jullie ervan? Vinden jullie het mooi? Hè? Hallo. Hallo kus, ik zit hier. Vind jij het mooi, Milk? Milky? Nee? Oké. Maar sinds de deur open staat... Oei, even moet ik niet zo. Sinds de deur open staat, zitten ze hier de hele tijd aan. Of course, de hele tijd op dat matje. Cuties. Nu gaan ze liggen zo met hun tweekes. Jullie zijn zo schattig, hè? Binnenkort is hier babybroertje, hè. Niet voor jullie, hè, vriendjes. Maar voor een babybroer, hè. Goed? Kleine patatjes. Ik ben echt blij dat ik het aan jullie kan tonen. Ik kan zo niet wachten om alles voor de rest af te maken. Het gaat echt zo cute zijn. Allee, hoop ik natuurlijk in mijn hoofd, maar als ik dit al zo zie, dan denk ik al, ja, oké, okay, komt helemaal goed. Gaat helemaal zijn zoals ik in mijn hoofd heb. Oké, mijn wekker onder is aan het afgaan, als je dat hoort. Ik weet niet waarom. Maar ik had nog nog 2 dingetjes besteld op H&M. Dus ik dacht, ik zal die snel eens laten zien. Als eerste, die newborn mutsjes. Eila! Niet vechten, schatjes. Hé, hey, het is oké. Zo 2 newborn mutsjes. Ik heb er eentje. Maar ik dacht, dan heb ik er nog 2. Dan dit joggingske. Dit is wel voor 6 maanden. Zo katoen met ribbels. Een kaki groen kleurtje. Ja, groen mos. Akaki. Man. En ja, dat is dus ook van de H&M. Super schattig. Ik ga een Twix. Dat heb ik al lang niet meer gegeten. Ik was ook nog naar de Action geweest. Ik weet niet als je het daar op de trap ziet. Daar staat alles. Maar vooral zo bakjes gaan halen voor in de kast voor de baby. Om in de schuiven dat ik alles zo wat kan ordenen. Ook per maat en zo. Ik moet wel nog kapstokjes hebben. En dan ga ik op bol.com of zo kopen. Gewoon witte kleine kapstokjes. Maar wat had ik dan nog gekocht? Ik weet niet. Ja, ik doe zoveel hauls. Ik weet niet als jullie dat willen zien allemaal eigenlijk. Misschien zijn er zo mensen die dat totaal niet interessant vinden. Wat ik ook wel snap. Mensen die er niet mee bezig zijn. Ik zal anders zelfs even laten zien wat ik allemaal had. Want in de Action hebben ze ook wel nog best veel babyspullen. En dat kost daar echt wel niks. Dus ik zal het zelfs laten zien. Oké, ik zal jullie even laten zien. Ik heb dus deze mandjes.
Zo grote, dan middelmaat en dan nog zo, die zijn iets anders, maar drie kleintjes. Even in de kasten. Dan heb ik een hoes. Oh, hier zit precies een plekje in. Waar is dat nu zo? Oh nee. Een hoesovertrek voor een matrasje. Nog een beschermhoes voor een verschoningsmat. Ik heb er al één, maar dan heb ik er nog één voor als die pipi of kaka of zo erop doet. Dan heb ik nog tetra-doeken zo. Ik wist niet dat ze dat daar ook hadden. Deze is met girafjes. Ik weet niet of je het goed ziet. Ik vond het nog wel schattig. En dan zo burp cloths. Dat is ook van die tetra-doeken. Met tandpasta, want dat hadden we nodig. Baby sokjes, gewoon grijs en wit. Nog zo'n nagelknip setje. Ik dacht, ja, het ziet er wel oké uit. En dan zo een mandje nog voor op de kast of zo voor iets in te doen. En dan heb ik nog deze speelmat. Die heeft twee kanten. Ene met zo'n wolkje en ene gewoon. Die met dat wolkje vind ik niet zo super mooi. Maar met bolletjes vind ik wel mooi. Dus dat had ik ook nog meegebracht. Dus ze hebben nog wel One Action. Zo. Ook zo flessen en zo voor voeding. Maar ja, dat heb ik allemaal niet mee. Nou, wel nog zo leuke spulletjes. Zoals die tetra-doeken zijn wel schattig. Dus dat is wel cute. Ik wil jullie even een paar items laten zien die ik besteld heb bij Shein weer voor deze maand. Onder andere dit t-shirt, maar ik ga het jullie zo in mijn spiegel laten zien. Niels is trouwens aan het trainen in de garage als je lawaai hoort. It's not me, it's Niels. Ik ga jullie laten zien wat ik van Shein heb. Oké, mijn eerste item. Ik heb gekozen voor chille t-shirts en chille truien. Want met de buik wordt dat anders wel moeilijk. Ik heb nu net gegeten, dus mijn buik is echt wel opgeblazen. Maar eerst heb ik dit California t-shirt in een beige kleur. Ik heb een small en ik vind het super dat die zo lekker oversized zijn. Super fijn. Echt love it. Ze hebben zo'n leuke t-shirten en truien. Het zijn echt wel mijn favorieten van Chiquelle. Dus dit is nummer 1. Dan heb ik dit t-shirt. San Francisco, California. Ook met zo'n superleuk Volkswagen busje op. Heel beachy. Ook dit is weer gewoon super chill. Super leuk om aan te doen. Ook binnenkort als ik echt gewoon geen kleedjes meer kan aandoen. Omdat het constant regent en zo is dit fijn om dan op een legging of zo aan te doen. Dat vind ik wel heel fijn en dan met zo'n trui erover of zo. Ik zal ook trouwens alle linkjes onder in de beschrijving zetten met een kortingscode die ik heb. Dus dat vind je allemaal daar. En ik ga ook nog even mijn twee truien laten zien, want die zijn ook super tof. Als eerste deze. Er staat op Montana. Ook een staat of een stad. Ik denk dat het een staat is in Amerika. Echt super leuk. Die zijn ook van binnen heel zacht. Echt zo fleece materiaal, dus dat is echt leuk. Ik heb er zo al twee. Eentje met San Francisco en nog eentje met Montana, denk ik. Ik denk deze zelfs, maar dan in het wit met rood. En dit is dus een grijze met groen. Ook dit gaat weer enorm aangenaam zijn om aan te doen. Ook als de winter komt en zo, gaat dat gewoon super leuk zijn. Ik krijg ook echt heel vaak vragen over mijn truien, die andere twee die ik hiervan heb. Dus bij deze Chiquelle. Ik draag nu een medium, want ik heb die wel graag zo echt oversized. De t-shirts zijn al echt oversized. Daar is een small wel echt goed van, vind ik. Maar de truien mogen van mij echt zo wel heel baggy zijn. Dus een medium vind ik wel echt zalig om aan te doen. Dus dit is nummer 1. Nummer 2. Ik heb het gevoel dat deze ietsje korter is. Maar is ook wel weer een medium. Maar die heeft ook een iets dichtere kraag wel van boven. Dus ik denk toch een iets ander modelletje. Hier staat op Malibu. Met zo vuilrode letters. En een zwarte trui. Ook weer lekker oversized die mouwen. Vind ik vooral zo fijn. Dat is zo chill en fijn om aan te hebben.
En ook weer dit zou ik dragen met een legging of zo, flared pants of zo. Dat zou ook super leuk zijn. Dus ik ben helemaal gesteld voor de herfst die komt. Met mijn buik, dat ik het toch nog overal in kan. Ik vind het echt super leuke truien en t-shirts. Dus nogmaals, onder in de beschrijving zet ik alle linkjes sowieso en de kortingscode. Voor wie niet in de beschrijving wilt gaan kijken, de kortingscode is Thalisa20. Deze blijft 5 dagen geldig. Dus als jullie iets met 20% korting willen bestellen op Chicale, dan heb je daar 5 dagen de tijd voor. Ik ben ondertussen fris gedoucht. Zoals je kunt zien, ik heb mijn haar even naar achter. En Niels is zich aan het klaarmaken, want Niels gaat eten met zijn vrienden bij Rauw Barbecue, denk ik. En ik ben kervelprei soep aan het maken. Het is een recept van HelloFresh, ik zal het zien. Kervelsoep met aardappel en prei. En een knapperig broodje brie, wat vaak is, hoor ik. Oeh, ziet er zo lekker uit. Laat je het smaken. Yummy, dit zijn de broodjes met brie erop gesmolten. En dan het soepje. Ik heb er wel zin in, het is lekker dik. En super goede timing, want het nieuwe seizoen van Outdoor Banks is er. Woehoe! Dus ik ga lekker eten. Niels is net de deur uit. En Outdoor Banks binge-watchen vanavond. Ik heb er zin in, hè. Woehoe! Het is ondertussen bijna 11:30. Ik denk dat Niels zo thuis is. Ik zie zo goed. Ik heb gewoon de hele tijd Outdoor Banks gekeken. Echt de hele tijd. Maar ik ga de vlog hier afsluiten, want ik ga zo slapen. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Dag iedereen.